Ik ben Janneke van happystamping.nl en in deze video zie je hoe ik deze kaart heb gemaakt. Ik heb gebruik gemaakt van de layering hollyhocks dies en de stempel Hoera komt uit de warm welkom stempel set. En in de video vertel ik je daar meer over. In de video vind je ook de kleuren voor de achtergrond en de maten van de kaarten. Ik wens je heel veel kijkplezier. Hoi! Deze maand bij de Feel Good Stamping Blog Hop moesten wij onze favoriete Artisan Design Team member Keze. Mocht van dit jaar, maar ook van afgelopen jaar. Ik heb gekozen voor Madeleine. Stempelchick heet ze op Instagram. Ik zal haar linkje even onder in beeld zetten. Zodat je daarop kan klikken en dan gelijk op haar website komt. Ik heb gekozen voor Madeleine omdat haar stijl mij enorm aanspreekt. Mooi clean en simpel en daar hou ik van. Alle Artisan Design Team members maken prachtige kaarten. En ik moest de keuze maken. Want ik wou wel meer Keze, maar ja, dat kon natuurlijk niet. En dan werd de video zo lang, dus daar hou ik ook niet zo van. Ik heb deze kaart gemaakt. En ik heb gebruik gemaakt van de Layering Hollyhocks. Layering Hollyhocks dies. En dat zijn deze dies. Ik heb gebruik gemaakt van deze stans. En van deze drie bloemetjes. En ik heb de nieuwe stempelset Warm Welkom gebruikt. Als een demonstrator een miljoen CSV heeft verkocht, dan mogen ze een stempelset maken. En deze stempelset is van Jenny Pauli. Deze kan je deze maand kopen en die gaan we dan 1 oktober gebruiken bij de World Card Making Day. En daarover vind je informatie op mijn website. Hij is er ook in het Engels. En omdat ik niet kon kiezen, heb ik beide genomen. Hij is ook in Duits en in het Frans. En ik heb Hoera gebruikt voor deze stempelset. En ik heb gebruikt alleen basic white cardstock. Ik heb het dikke gebruikt en de dunne. En dit heb ik gebruikt van een rest die ik nog had. Net als de bloemetjes. Ik ga eerst stansen en de lijm smeren op mijn hollyhock. Stokrozen zijn dat. En dan kunnen ze even drogen terwijl dat ik een cardstock snij. Ik heb altijd een bakje met restjes. En daar kijk ik altijd eerst even in voordat ik een nieuw stuk cardstock uit ga snijden. Nou, dit past perfect. En een strookje voor de bloemetjes. Ik gebruik de stansmachine. En dan doe ik eerst de decutting edge. Deze. Ik weet niet hoe die heet eigenlijk, sorry. Nou, nummer 1. Dan doe ik nummer 2. Dan de doorzichtige plaat nummer 3. Cardstock. De die. Of de stans. En dan weer een doorzichtige plaat. En dan rol je die er doorheen. Ik doe hem even 2 keer, omdat die best wel gedetailleerd is. Kan ook 1 keer, maar voor de zekerheid doe ik hem altijd even 2 keer. En dan ga ik de kleine bloemetjes dansen. En die doe ik 2 keer. Ik prik ze er even uit met een prikpennetje. En dan draai ik ze er nog een keer doorheen.
Je hebt nodig 4 kleinere bloemetjes en 1 grote bloem. Die andere kan je bewaren. Als ik veel heb over heb, dan doe ik dat altijd bij de stansen set in. Dan kan ik die de volgende keer weer gebruiken. En deze prik ik er ook uit. Doordat je hem een paar keer er doorheen hebt gehaald, zit het best wel strak in de stans. En je prikt dan daarvoor in de ronde gaatjes. Hier blijft het ook in zitten. Dan kan je gewoon uitprikken met je prikpen. Even daarin leggen, anders ben ik hem straks kwijt. Frummeltjes aan de kant. Ik kijk even als er nog wat in zit. Stukjes cardstock die er niet in horen. Je kan ze ook laten zitten, maar ik vind het fijn als ze eruit zijn. En dan ga ik lijm smeren. Heel dun laagje. Of niet precies. En het hoeft ook niet overal. Deze leg je even aan de kant. Dan kan het drogen. Het droogt dan transparant op. En dan krijg je dus geen lijmresten op je kaart. Deze plak ik op met dimensionals. En die ga ik even knippen. En dat is best wel even een dingetje. Ik pak daar gewoon mijn snips voor. En dan knip ik een strookje. Dimensional van de zijkant af. En dan haal ik de kleine strookjes papier eraf. En dan knip ik het allemaal in kleine blokjes. Hij blijft op je schaar plakken. Maar met de prikpen haal ik het er dan af. En plak ik het op de bloem. Is wel even gepiel, al zeg ik het zelf. Maar het effect is wel leuk dat het een beetje omhoog komt. Als je dit vaker doet, dan krijg je lijmresten op je schaartje. En dat is op zich niet zoveel probleem. Behalve dan dat die schaar natuurlijk gaat plakken. Als je dat niet wil. Oh, was wat te dicht bij elkaar geknipt. Als je lijm hebt op je schaartje, dan pak je lampenolie. Gewone lampenolie die je in de supermarkt kan kopen of bij het tuincentrum. En dan smeer je daar je schaartje mee in. Het laat je even inweken. En dan maak je met een vochtig doekje je schaartje schoon. En dan is hij weer helemaal plakvrij. Ik maak een dubbele kaart van 10 bij 21 centimeter. En de basis is gemaakt van Basic White Thick cardstock. En die rail ik eerst op 10 centimeter. De breedte van een A4 is altijd 21 centimeter. Dus daar hoef je verder niks aan te doen.
Ik ril hem op 10 centimeter. Dan vouw ik hem dubbel. Even goed scherp vouwen met de vouwbeen. En dan snij ik hem. En dan heb je al een dubbele kaart van 10 bij 21 centimeter. Het stuk wat je overhoudt, die snij je op 19 centimeter bij 8 centimeter. Dus daar haal je 2 centimeter van af. En dat is dan de mat die je erop doet. Het strookje wat je overhoudt, kan je mooi de tekst op plakken, stempelen. Kleur aanbrengen doe ik met Flirty Flamingo en een blending brush. Die druk ik in mijn inktpad en dan maak ik ronddraaiende bewegingen. En dan ga ik heel zachtjes op mijn kaartstok met ronddraaiende bewegingen. Beetje drukken. Zodat er wat kleur op komt. Dit kan je natuurlijk met elke kleur doen die je wil. Kan ook met blauw of groen. Ik vond Flirty Flamingo wel een mooi kleurtje. Deze plak ik dan op de basiskaart. Ik heb allemaal lijmresten op mijn vingers. Dat is een nadeel als je de plakband er al afhoudt. Op de achterkant plak ik dimensionals. De mat is 2 centimeter kleiner. Wil je nou het recht plakken, wat soms niet lukt, dan leg ik altijd mijn liniaal, die blokjes heeft van een halve centimeter, op de rand. En dan plak ik mijn kaart. En dan heb ik hem precies in de midden. Ondertussen is mijn lijm al droog. Het is mooi transparant opgedroogd. Dus die plak ik dan op de basis. En hier en daar zit hij niet vast. Maar dat geeft wel een beetje speels effect. En met de prikpen plak ik dan de bloemen op mijn kaart. En die daarboven. Ik gebruik de Iridescent Rhinestones om mijn kaart te versieren. Geef net een beetje extra.
En ik vind ze wel mooi bij de Flirty Flamingo passen. Omdat het mooi glimt. En een beetje een olie parelmoer kleur heeft. Ik gebruik dus de Warm Welcome stempel set. Hoera. Hello kan je ook gebruiken. Dit is de Engelse set. Krijgt ook een stempel set erbij. Ik heb nog niet ontdekt wat alles is, maar in de komende weken zal ik daar ook mee aan de slag. Ik heb Hoera gestempeld met Memento inkt. En omdat het fotopolymeer is, doe ik het even op een prikmatje. En dit snij ik dan uit met de trimmer. En aan de achterkant plak ik dimensionals. En dan is de kaart alweer klaar. Ik hoop dat je het leuk vond, mijn video. Laat het me alsjeblieft weten in de commentaren hieronder. Of geef mij een duimpje. Wordt zeer gewaardeerd. Wil je meer video's van mij zien, dan kan je je abonneren. Dat kan hieronder. Klik je op mijn logo en dan kan je je abonneren. Ik probeer elke week een filmpje te plaatsen. En heb je nog vragen of wil je iets weten over Stamping Up? Laat het me alsjeblieft weten. Mijn e-mail is stampingjanneke@gmail.com. Of kijk voor meer inspiratie en informatie op mijn website www.happystamping.nl. Ik wens je een hele leuke dag. En tot de volgende keer. Doei!